Ik sta hier uh, met Lucas de Maat, wie zijn debuut maakte in het de thuiswedstrijd van Sevolden. Alleen die duurt niet zo heel lang. Leg uit. Nee, die niet zo lang. Ik weet niet. Uh, denk 35 of 30 minuten zo is. Kijk. 35 of 35. Ja, 35 keer ik een rode kaart. Uh, ik had er vorige geel gepakt, maar deze was direct rood. Kom ik van het veld af. Ja. Wat gebeurde er? Uh, ja, de bal kwam tussen ons in. Ik legde de sliding op de bal. Uh, ja, scheids gaf uh, direct rood. Ik weet niet precies waarom. Wat was de uitleg van de scheidsrechter? Heb je dat meegekregen? Ja, ik heb niet meegekregen. Ik werd een uh, opstandje. Ik ben weggelopen van de rest. Ik weet niet wat de scheids, uh, heeft allemaal heeft gezegd tegen mijn medespelers en tegen de tegenstander. Ja. Geen idee. Nou, we hebben de beelden even teruggezien. Die luxe hebben wij hier. Nou, ik vind het uh, nog niet eens geel. Maar het was gewoon de bal. Ja, daar dus denk ik een over dat is Wel een mooie uh, ja, shit zeg maar dat ik dan uh, wel geschorst ben. Ja. Maar ik zie het wel weer. Ja, kom je, je bent nu een paar maanden bij Zofolde. Even. En hoe bevalt het hier? Ja, bevalt top. Alles wordt goed geregeld. Uh, een leuk team, leuke supporters om ons heen. Oh, ja. Ik heb geen, uh, geen twijfels. Ik kom van de graafschap af en aangeef ik wil op niveau komen voetballen. ja Dat is het altijd maar afwachten, lukt het in de groep, lukt het qua niveau. Maar je hebt er een goed gevoel bij. Ik heb er zeker een goed gevoel bij. Ja, echt. Ik heb al een uh, gesprekje met de krant gehad gelderlander Maar heb ik heb ook gezegd aangeven, ja, dus alles is top. Als je kijkt naar dit elftal, jij bent erbij gekomen, er zijn nog een paar anderen bij gekomen die in de basis staan. Wat is het plafond dit jaar? Wat denk je? Plafond voor mezelf of voor het team? Voor het team? Voor het team? Ja, we gaan een promotie halen. Ja, daar houden we je aan, hè? Ja, dat mag. We gaan een promotie. Dat gaat zeker goed komen. Ja? Ik heb vertrouwen in. Trainer heeft vertrouwen in, team heeft vertrouwen in. Waar is, waarop is dat gebaseerd? Uh, ik denk uh, op dat we een echt team zijn. Als team zijn we echt ontslaanbaar. Als we allemaal 100% geven in de wedstrijd, ja, dan zijn we echt ontslaanbaar. Kijk, ik heb vroeger ook gevoetbald en ik moet altijd zeggen, uh, wij waren ook een hecht team. Ja. Alleen we voetballen vijfde klasse onder een beetje, dus daarmee red je niet. Er moet iets meer zijn. Het ja, moet natuurlijk ook voetballend goed zijn. Tactiek moet uh, bij, ons, bij ons passen. Maar ja, we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen, zes punten. Dus in ieder geval moeten we op voorbeduren.